Mijn naam is Els van Stijn en je luistert naar de podcast van Oersterk. Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd. Je lijf en geest zoeken rust omdat je alles maar geeft. Goed nieuws, dit is jouw moment. Versterk je gezondheid en geluk met de lach. De rode loper ligt weer uit richting een stralende dag. Je voelt je oersterk. Met Richard de Let. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Els van Stijn. Els is coach, familie- en organisatieopsteller en auteur van het boek De Fontein, vind je plek. En van haar nieuwe boek De Fontein, maak wijze keuzes. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Els, welkom. Ja. Boven aan de website staat de kunst is dat je op je eigen plek staat en de ander zijn plek gunt. Hoe weet je dat je stevig op je plek staat? Ja, hoe weet je hoe je stevig op je plek staat? Ik heb er eigenlijk twee antwoorden op. Het eerste antwoord is dat je het merkt aan je kwaliteit van leven. Als alles in essentie wel loopt, op werk, op relaties met vriendschappen en gezondheid, dan kan je er eigenlijk wel van uitgaan dat je relatief stevig op jouw plek staat. En over het algemeen dan ook wel de ander zijn plek gunt, want anders krijg je allemaal frictie in je leven. En dat uit zich weer op allerlei manieren en uiteindelijk ook in je lichaam. Dus als je in de basis dat het wel loopt, dan weet je wel, je staat best goed op jouw plek. En af en toe zul je tegenslag hebben. Dat hoort gewoon bij het leven. Soms sta je vooraan, soms sta je achteraan. Soms zit het even mee, soms zit het even tegen. Dat vind ik helemaal niet erg. Dat hoort ook bij het leven. Maar als je dus in de basis dat in essentie gewoon overal behoorlijk goed gaat. Nou, dan kan je er redelijk van uitgaan dat je wel goed op jouw eigen plek staat. Maar wil je het echt weten? Dan zou je een familieopstelling moeten doen. En een familieopstelling is een methodiek om in de diepte van jouw systeem te kijken wat daar in essentie speelt. En daar kan je dus zien of jij echt op jouw plek staat, of dat je misschien nog ingebonden bent in allerlei onzichtbare dynamieken, wetmatigheden en onzichtbare loyaliteiten. Misschien zelfs ook nog wel met voorouders op een bepaalde manier. Ja, want alles hangt met elkaar samen en in zo'n familieopstelling wordt dat dus zichtbaar. Ja. Nou, je geeft heel mooi aan dat op je eigen plek staan zichtbaar komt eigenlijk op alle domeinen weer van het leven. Ja. Jouw eerste boek, hè, de titel is De Fontein, vind je plek, inmiddels een bestseller, zorgt voor grip op je leven door inzicht in je familiesysteem. Wat bracht jou op dit pad van familiesystemen? Want als ik me verdiep in jouw levensweg, dan is het begonnen onder andere op de hogere hotelschool. Klopt, ja. Nou, daar heb ik mijn liefde voor mensen en gedrag is daar gevoed op een bepaalde manier. En toen kreeg ik steeds meer interesse voor groepsdynamiek. Want dat krijg je natuurlijk ook op de hotelschool. Interactie tussen gasten, maar ook tussen het hele bedrijf waar je eventueel voor werkt. En uiteindelijk ben ik steeds meer me gaan verdiepen in samenwerken, in leiderschap. Wat vertoon je dan voor gedrag? En waarom gaat het de ene keer wel goed? En waarom gaat het de andere keer helemaal niet goed? En uiteindelijk ben ik steeds meer richting de coachkant gegaan. En dus ik raakte steeds meer echt in dat vak. En op een gegeven moment merkte ik van, goh, iemand wil soms echt heel graag. Hij is gemotiveerd. Heeft in de basis wel een goede mindset. Maar het lukt niet om een bepaald patroon of bepaald gedrag te doorbreken. En toen ben ik dus verder gaan zoeken van waar zit dus ergens een hefboom dat je gedrag en patronen blijvend kan doorbreken. En zo kwam ik eigenlijk bij het hele familiesysteem uit. Want daar ben je veel meer mee verbonden dan je eigenlijk bewust van bent. Mm-hmm. En welke antwoorden heb je voor jezelf gevonden op dat mooie pad? Oh, zoveel. Ik kan niet voor niks een boek of boeken erover schrijven. Maar de belangrijkste is dat
En dat zie ik eigenlijk nog dagelijks in mijn praktijk als ik met cliënten werk of als ik familieopstellingen begeleid. We kunnen vaak met ons hoofd een heel rationeel verhaal ervan maken wat best wel logisch en goed klinkt. Van hoe iets zit, van ja, ik heb een issue met mijn vader en daardoor loopt het allemaal niet in mijn leven of wat dan ook. En dan blijkt er dus in de diepte iets heel anders aan de hand te zijn. Dan is het bijvoorbeeld dat ze op een bepaalde manier voor hun moeder zorgen. En die kan het bijvoorbeeld niet uithouden als het kind ook van papa zou houden. Dus dan gaat het kind ruzie met papa maken om mama tevreden te krijgen. Nou, dat soort dingen kan je allemaal zichtbaar maken in een familieopstelling. En dit is nog een relatief simpel voorbeeld. Het zit toch vaak veel en veel complexer. Mm-hmm. Omdat er allerlei onzichtbare wetmatigheden in familiesystemen zitten en ook onzichtbare loyaliteiten waar je helemaal niet bewust van bent. En dat kan zelfs nog van generaties daarvoor zelfs zijn. Ja, dat is dus enorm interessant als je kijkt naar al die dynamieken die er spelen. Ja. Je schrijft dat een dynamiek kan voortkomen vanuit trauma, mm-hmm. conditionering, maar ook al puur van de plek waar je wieg heeft gestaan. Zijn er mensen zonder emotionele wonden, dus met een optimale fontein? Elk familiesysteem heeft wel iets, maar heel af en toe kom ik gewoon iemand tegen die zonder dat hij het doorheeft, eigenlijk op zijn of haar eigen plek in de fontein staat. En wat ik daar dan mee bedoel met de fontein is eigenlijk die fontein met verschillende bakken met water. Hier staan je voorouders, in de bak onder je opa en oma's, je biologische ouders. Jij staat altijd in de kindsbak onder je ouders in volgorde van geboorte met broers, zussen, halfbroers, halfzussen, miskramen, geaborteerde kinderen, et cetera. En jouw kinderen staan weer in de bak eronder. En als je goed staat, dan sta je met je innerlijke houding op jouw plek. Want heb jij broers, zussen? Ik heb één zus. Jonger of ouder? Ouder. Oké, dus in theorie sta je op plek 2. Ja. Tenzij je misschien nog ergens iets van miskraam ook of iets ervoor. Mijn moeder heeft 1 miskraam gehad. Dus Voor mijn zus. Ja. Nou, dan ben je plek 3. Ja. En als je met je innerlijke houding daar gaat staan, dan pak je dus jouw stuk van die fontein op die zo nodig is om je kennelijk vervuld te voelen en dat überhaupt alles beter gaat stromen. En even terug naar de vraag die was, moet even denken, want ik maak even zelf een uitstapje. De vraag was of er dus mensen zijn zonder emotionele wonden, dus met een optimale fontein. Nou, die komen natuurlijk niet in mijn praktijk, want de mensen komen over het algemeen wel, als ze ergens tegenaan lopen, komen ze bij mij in de praktijk. Maar soms komen ook bij lezingen of bij andere bijeenkomsten of waar dan ook, dan ontmoet ik soms mensen en dan, die hebben niet eens door dat ze goed staan in de fontein, maar eigenlijk loopt alles wel. En dus ze zijn er wel, maar ze hebben het vaak niet door, want ze vinden het doodnormaal om een bepaald respect voor hun ouders te hebben. En dat ze ook wel snappen dat dus nou ouders ook geen heiligen zijn en ook onhandige dingen af en toe doen. Maar dat ze toch ondanks, als ouders ook ingewikkeld hebben gedaan, dat ze dan toch de plek weer gunnen. Dus ik kom ze tegen, alleen minder in mijn praktijk. Mm-hmm. Ja, want we zijn allemaal geboren in een gezin, wat we uitmaakt van een familielijn. In heel veel gezinnen, families is conflict of is onrust. Of zijn er dus misschien ongezonde dynamieken. Ja. Is het ook belangrijk dat je juist verbonden bent dus met jezelf, broers, zussen en je ouders? Het hangt er vanaf wat je onder verbonden verstaat. Soms denken mensen wel eens dat ik zeg dat je altijd in contact moet staan met je ouders. Maar als bijvoorbeeld een vader heel erg agressief is, dan hoef je helemaal niet bij, moet je juist ook maar uit de buurt blijven. Dat maakt me dat is denk ik zelfs ook heel slim om te doen, mm-hmm. of niet in de buurt te zijn. Maar waar het wel om gaat is je innerlijke houding. Dus dat je wel je vader de plek gunt met wat ik dan noem die package deal, met het mooie, het minder mooie en alles waar je naar verlangt en iemand niet kan geven. En in dat minder mooie van dit voorbeeld zit dan bijvoorbeeld een hele agressieve vader. Ja, dan moet je soms uit de buurt blijven. Maar het gaat er wel om dat je wel zeg maar dankbaar bent dat hij jouw vader is en dat hij jou als enige tezamen met je moeder het leven heeft kunnen doorgeven. Mm-hmm. Dus zo hoef je iemand niet te echt te
te ontmoeten. Dus je hoeft niet op die manier een verbinding te hebben dat je elkaar in het dagelijks leven hoeft te zien. Maar op het moment dat je iemand de plek gunt, dus eigenlijk zeg je, jij mag helemaal zijn wie je bent. Met alles erop en eraan. En ik laat bij jou wat van jou is. En ik kijk aan wat van mij is. En dat verwerk je ook lichamelijk. Dan heb je een verbinding. En anders krijg je een binding. En een binding betekent eigenlijk in een familiesysteem. Je kan niet zeggen, je kan niet iemand zomaar zijn plek ontzeggen. Van nou, die vader van mij, weg ermee. Je blijft altijd bij elkaar horen. Dat is een onlosmakelijke band. Dus een binding is er per definitie. En een binding kost energie. Dat is allemaal moeizaam vaak. Terwijl de verbinding is dat je ook innerlijk ontvangt van de ander. Dus, en dankbaar zijn, dan ontvang je eigenlijk al een stuk energie ook weer terug. En dat maakt dan ook de verbinding. Ja, mooi. Want als je dus boos zou zijn op een van je twee ouders en die zou je uit je leven verbannen. Ja. Vanuit perspectief, uit het oog, uit het hart, dan heeft je geen invloed meer. Zo werkt het dus niet. Want je bent dus. Dan krijg je juist die binding. Dan word je eigenlijk nog meer, ben je nog meer aan elkaar gebonden in plaats van verbonden dan je zou willen. Ja, want je zegt, en dan schrijf je ook, dat het belangrijk is dat je dus je ouders dankt voor het leven dat ze je hebben gegeven. Je zegt, ze horen boven je in de fontein. Nou, je hebt natuurlijk altijd familiedynamieken. Je ziet je moeder, zij maakt weer een opmerking over iets. Dat doet ze altijd. En je schiet gelijk in de irritatie. Mag dat? Alles mag, alleen iets heeft een bepaalde consequentie. En dat je ergens in een inschiet, dat kan inderdaad te maken met trauma of iets dergelijks. Alleen, jij laat het jezelf niet goed gaan. Je kan wel gelijk hebben dat je moeder hele rare opmerkingen maakt. Alleen, jij komt dan boven haar staan. Want eigenlijk zeg je, jij bent niet goed genoeg voor mij. En het lastige is dat je wel gelijk kan hebben. Alleen, die fontein houdt dus geen rekening met ethiek. Dat als jij je moeder je plek niet gunt, dan kom jij erboven en dan moet je weer alles op eigen kracht doen. En de kunst is dus zo'n nare opmerking die ze maakt. Het is heel makkelijk om meteen door te schieten in boosheid. En dat is ook vaak heel terecht. Alleen handiger is door die opmerking die maakt je moeder. Daar kan je niks aan veranderen. Dus dat laat je los, want dat is niet van jou. Op z'n hoofd geef je feedback. Of je stelt ook nog eens grenzen van mama, als je dit soort opmerkingen maakt, dan kom ik niet meer langs of ga ik je niet meer bellen. Dan gun je nog steeds iemand de plek. En vervolgens ga je dan van, ja, wat doet het met jou? Want zo'n opmerking die raakt iets bij jou. Je voelt je bijvoorbeeld niet gezien of erkend. Nou, dat is van jou. En daar moet jij je antwoorden op vinden. Zowel cognitief met je hoofd en je mindset, maar ook vooral met je lichaam. Want je ziet heel vaak dat we wel antwoorden met ons hoofd kunnen bedenken, rationeel. Alleen een lichamelijke verwerking is zo ongelooflijk essentieel. Want dan verwerk je iets pas echt. En als je dat niet doet, dan kom je bijna in jouw domein terecht van gezondheid. Want die niet verwerkte emoties, want die boosheid is eigenlijk een secundaire emotie die een primaire emotie afdekt. Die primaire emotie is dat je je misschien zo eenzaam voelt of zo niet gezien of iets dergelijks of zo machteloos dat je het gevoel hebt dat je moeder je nooit ziet, want ze blijft maar gekke opmerkingen maken. Dat is de emotie waar je naartoe moet, die eenzaamheid, die machteloosheid of die pijn. Als je die kan voelen, dan maak je jezelf schoon. Maar overlevingsmechanismen, die leggen daar vaak dan zo een secundaire emotie bovenop en dan dek je het alleen maar af, maar dan verwerk je weer niks. En dat is dus zo lastig, dat je daarmee in die boosheid kom je dus automatisch boven je moeder te staan in de fontein. En dan gaat het jou niet goed, ook al heb je 1000 keer gelijk. Ja, dat is dus mooi wat je zegt, dat als iets je raakt, dat het iets in jou is wat vaak iets is uit het verleden. Ja, klopt. Je schrijft ook dat persoonlijke trauma's kunnen zorgen voor een overlevingsdeel en een traumadeel. En dat in een traumadeel kunnen weer de kindsdelen ontstaan. Mm-hmm. Hoe kunnen we uiteindelijk deze weer heel maken in het perspectief van heling en heelheid? Ja,
We zitten nu echt in het domein van overlevingsmechanismen. En een overlevingsmechanisme die heeft eigenlijk niet als doel om iets te verwerken. Een overlevingsmechanisme heeft als doel om een bepaalde situatie of periode door te komen. En dat is iets anders dan verwerken, zodat je weer schoon bent van binnen. En als je dus gaat iets, als je moet overleven, dan bepaalde eenzaamheid of wanhoop of iets dergelijks, ja, dat kan je beter, daar heeft het overlevingsmechanisme last van. Dus dat wordt gewoon heel goed weggestopt in dat zogenaamde traumadeel. En dan voel je het niet meer. Dat wil niet zeggen dat het er niet is. Heel vaak openbaart zich dat decennia later in allerlei ziektes of in of dat alsnog dat trauma eens een keer boven water komt. De vraag dus, hoe kan je dat dus dan ook weer heel maken? Ja, daar zijn allerlei manieren voor. Dat kan je met ademsessies. Je kan met allerlei verschillende therapieën, kan je ook met name trauma, kan je herstellen. En je kan het ook met opstellingenwerk doen. Dat je zeg maar die afgesplitste kindsdelen, dus die stukken van jezelf die je kwijt bent geraakt, of dat trauma wat je bijna kwijt bent geraakt, waar je niet bij kon komen. Maar toch ergens moet je dat weer op een bepaalde manier in jezelf gaan integreren. En dat kan je dus ook met behulp van een opstelling kan je dat doen. Maar vaak is het wel handig om daar professionele hulp bij te vragen. Ja, want je zegt heel mooi om ook weer schoon te worden. Ja. Je missie is dat de volgende generaties systemisch schoner en minder belast zijn. Waarom is dat ook voor jou zo belangrijk? Dat is een persoonlijke vraag en die wat geen enkel probleem is. Maar de reden erachter is dat ik geen kinderen kan krijgen. We hebben een hele hoop miskramen, maar geen enkele leeft. Dus doorgeven op de gebruikelijke manier is voor mij gewoon niet mogelijk. En wat ik wel kan doen, en dat is ondertussen ook gewoon mijn missie en mijn passie in mijn leven geworden. Ik kan wel helpen om volgende generaties en de kinderen die na ons allemaal komen, dat die systemisch minder belast zijn. Want alles wat niet is aangekeken door de vorige generaties in het familiesysteem. Dat wordt, zonder dat ze het willen, wordt dat doorgegeven aan de volgende generaties. En een kind voelt altijd of een ouder behoeftig is of niet. En behoeftig betekent dat een mens niet op zijn of haar plek in de fontein heeft gestaan. Dus je moet dus op jouw plek die fontein opvangen. En door allerlei redenen kan je ergens daarboven in die fontein terecht zijn gekomen. Maar dan pak je dus niet die stroming op die kennelijk zo essentieel is om je goed dus te voelen. En dat tekort, dat ga je claimen. Dat ga je claimen vaak bij een partner, bij een werkgever, bij de overheid. Maar ook vaak bij je kinderen. En ook al zeg je dat je het niet claimt bij je kinderen die voelen altijd of een ouder tekorten heeft gehad of niet. En het zit ingebakken in de menselijke natuur dat een kind het zichzelf liever slecht laat gaan dan een ouder. Ook al moeten ze daarvoor het zichzelf ook niet goed laten gaan, of misschien zelfs wel klappen incasseren. Een kind is loyaal. Een kind is loyaal daaraan. En als ik dus in staat ben om steeds meer mensen op de eigen plek in de fontein te krijgen, dan voelen die kinderen niet meer dat die ouders behoeftig zijn. Dus een baby kan namelijk al voelen of een ouder behoeftig is. En die kan dus al heel lief en braaf zijn om mama maar te ontlasten. Dus dan komt het kind erboven te staan. Die krijgt dan vervolgens ook alweer een tekort, waardoor de kinderen van dit kind ook dat weer voelen, dat dit kind ook niet op de plek heeft gestaan. En die stijgt dan ook weer op. En zo ga je dat generaties op generaties gaan die tekorten doorgegeven worden. En stel je eens voor, als steeds meer mensen op die eigen plek staan, van hoe we die energie anders kunnen inzetten voor de wereld of voor waardevolle doelen. Dus dat is mijn doel geworden naar aanleiding van ons eigen vraagstuk, waar mijn man en ik samen een antwoord hebben
op hebben kunnen vinden. Mooi hoe je dat jullie samen zo omzet in dit doel. Want als je dan hebt over die droomwereld, hoe ziet de wereld eruit? In theorie als alle volgende generaties dus systemisch schoon zijn. Wat zou dan beter zijn? Allereerst zullen er veel meer oprechte verbindingen zijn. Warmere en liefdevollere en rijkere uitwisselingen tussen geven en ontvangen zijn. Want als jij geen tekorten hebt, dan hoeft een ander ook niet stiekem iets voor jou te doen. Waardoor mensen op een onbewust niveau ook weer worden gemanipuleerd. Mm-hmm. Dus ik denk sowieso dus dat de verbindingen tussen mensen beter zullen gaan. Maar ook überhaupt liefdesrelaties. Want op het moment dat jij je ten diepste met je moeder kan verbinden. Dus, en daar bedoel ik mee dat je haar dus boven je kan zetten in de fontein. Dan krijg je het vermogen ter beschikking om je ten diepste met een ander te verbinden. En dat betekent dus ook in liefdesrelaties. Dus dan zoek je dus ook je partners, als die dat ook kan. Ja, dan krijg je een steeds een rijkere, vollere en mooiere liefdesrelatie. Nou, dat is heel vervullend. Nou, dat straal je dan weer uit. Heb je andere interactie met de mensen. Dus ik denk dat de wereld er ook alleen maar mooier door wordt. Dus het zit vooral dus in het vermogen om je te kunnen verbinden. Maar ook, zeker ook als je je vader goed boven je kan zetten. Dan kom je bij je natuurlijke daadkracht. En op het moment dat je vader niet boven je kan zetten. Dan krijg je enorme behoefte aan erkenning en gezien worden. En je bent onverzadigbaar. Alles wat je bereikt of wat dan ook, het helpt even. Maar daarna ben je weer leeg. Je bent onverzadigbaar. Dus dat betekent dat je constant weer ruimte in loopt te nemen. En misschien ook anderen hun plekken ook vooral niet gunt. Nou, en dat kan zelfs tot oorlogen ontaarden. Als je dus niet in staat bent om anderen hun plek te gunnen. Dus mijn missie is echt om de fontein steeds verder de wereld in te krijgen. Dat mensen deze principes steeds beter snappen. En dan kan het niet anders dan dat dat een stuk effect heeft. Waarbij ik ook altijd denk dat er altijd mensen zo beschadigd zullen zijn. Of dat er soms zulke verschrikkelijke dingen gebeuren. Waardoor mensen getraumatiseerd zijn. Waardoor ze innerlijk afwezig zijn. Waardoor kinderen of een oordeel over hun ouders krijgen. Of voor ze gaan zorgen. Ik denk niet dat we daar aan ontkomen. Mm. En daarom heb ik ook heel erg van count your blessings. Ja, en wees dankbaar voor hetgene wat er is en wat je precies. hebt. Wat je vaak ziet natuurlijk in familiesystemen is dat patronen zich vaak blijven herhalen. En dat zie je ook terug op andere domeinen van het leven. Wat is het doel ook vanuit de evolutie bijna van dit feedbackmechanisme? Hè? Dat patronen steeds terugkomen. Is het ook echt om je bewust te worden zodat je een kans hebt om ze te helen, om in balans te brengen? Het zou kunnen, ik weet het niet. Ik weet niet wat voor gedachten daar achter zouden kunnen zitten. Maar ik heb wel patronen blijven zich herhalen totdat ze erkend worden. Vooral erkend dat een bepaalde geschiedenis zo is gegaan. En dan komt er rust in het systeem. Dus in een systeem hoeft niet zozeer altijd iets opgelost te worden. Maar erkenning dat het zo is gegaan. En dat iemand daar misschien ook wel een prijs voor heeft moeten betalen. Dan komt er rust in een systeem. Dus zo'n feedback loop. Ik weet niet wat voor gedachten daarachter zitten waarom dat zo is. Ik zie alleen dat het zich blijft herhalen. Totdat het een keer op een bepaalde manier is aangekeken. Ja, mooi. Ja. Ik probeer altijd te zoeken naar de dieperliggende wijsheid in de natuur en ook in die wetmatigheden. En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat als je onrust hebt, dat dat zich continu meldt om weer rust te vinden. Want juist bij rust, dat is een afwezigheid van onrust. Ja, klopt. Mooi. Als je de onrust even opgelost is en je hebt rust en je staat op de juiste plek van de fontein, ook in het perspectief van zingeving, wat heel individueel is. Maar wat is daarin dan de zin van het leven? Die is er niet, denk ik. Ik denk dat je zelf betekenis moet geven aan je leven. Maar wat de zin in van het leven in zijn algemeenheid ook is vanuit systemisch perspectief, vind ik wel een hele interessante vraag.
Maar volgens mij is die er niet. Nou, ik weet hem niet. Dat zou ik, nou, dat lijkt me veel simpeler. Dingen gaan gewoon zo. Ik bedoel, waarom is de wereld ontstaan? Ja, daar kunnen natuurkundigen waarschijnlijk allerlei dingen over zeggen. Van ja, het is er. En ik hoef niet zozeer de zin te weten. Ik word meegenomen door een bepaalde stroming. Ik mag leven. En daar ben ik dankbaar voor. Maar wat is de betekenis? Ja, ik weet niet zo goed wat de betekenis is. Mm-hmm. Het is vooral van dicht bij jezelf staan en te voelen van hoe kan ik er nou voor zorgen dat als ik straks op mijn sterfbed lig, dat ik een mooi en waardevol leven heb geleid en dat ik mezelf met zelfrespect in de spiegel kan kijken. Mm-hmm. Maar dat lukt me pas als ik zelf steeds beter in die fontein sta, want dan kan ik al die patronen waar ik anders steeds die zich blijven herhalen totdat het een keer is opgelost, die blijven zich herhalen. Dus ik heb nu ondertussen best wel een hoop thema's bij mezelf kunnen aankijken. Dus ik ben steeds schoner. Dus ik kan steeds meer vrij mijn eigen weg gaan leven. Want ik word niet constant door allerlei oude dynamieken word ik teruggetrokken als het ware. En ik visualiseer dat soms ook wel eens dat je, nou, je bent lekker aan het leven, maar dan heb je ongeveer een elastiek achter je. En als je even niet oplet, word je weer teruggeveerd naar een oude plek waar je denkt van verdorie, ik dacht toch echt dat ik dit thema nu aan had gekeken. En dan blijkt je het onvoldoende aan hebben gekeken. Maar op het moment dat je steeds verder daarin bent in thema's aan te kijken, en systemisch werk helpt dus heel erg om los te komen, om vrij je eigen leven te leiden, wel vanuit de innerlijke verbinding dat iedereen vanuit jouw familiesysteem erbij hoort. En dan kan je eigen zelf betekenis aan je leven geven. En ja, dat is een hele discussie over ethiek. Mm-hmm. Wat een goed of slecht leven is. En dat heeft te maken ook weer met je groepsgewetens, waar je mee te maken hebt. Van wanneer hoor je erbij? Mm-hmm. Bij de ene groep moet je heel gezond en lief en goed eten. Dan hoor je erbij. Terwijl bij de andere groep moet je juist misschien wel heel ongezond leven om je plekje veilig te stellen in de groep. Ja, een kernwoord dat terugkomt in je boek, maar ook je boeken, is bewustzijn. Ook je nieuwste boek wat hier op de tafel staat, De Fontein, maak wijze keuzes. Mm-hmm. En schrijf je dat het belangrijk is om je bewustzijn te verruimen. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Eigenlijk wat ik net toelicht. Die bewustzijn verruimen maakt dat je je thema's ook vaak beter aan kan kijken. Waardoor je ook eerder naar het doorleven van dat thema kan gaan. En dan ben je dus weer schoner om je eigen leven te leiden. Dus het is een beetje een kip en een ei. Mm-hmm. Door je thema's aan te kijken die in je leven spelen, maak jezelf schoon, wordt je bewustzijn ook weer groter en breder. En doordat je bewustzijn weer vergroot is, ben je weer vrijer om weer andere dingen te zien. En dan kom je misschien dan weer bij een ander thema. En zo evolueer je als het ware door. Dat is ook een mooi doel van het leven. Ja, zeker. In je nieuwste boek schrijf je ook over een thema, verschillende gebieden in het leven, maar ook over gezondheid. Ja. Hoe hangt De Fontein met gezondheid samen? Ja, als ik dat wist, dat zou heel gunstig zijn. Maar ik zie bepaalde dynamieken in de gezondheid die kan relateren aan bepaalde issues in familiesystemen. En nu durf ik niet mijn hand voor in het vuur te steken dat het, als ik dit zie, dat het dan dat per definitie is. Maar ik zie daar wel grote lijnen in. Maar als we het een stap simpeler gaan zeggen, van in een familieopstelling werk je, zeker als je een opstelling doet met verschillende mensen die als representant voor de vader en de moeder, de oma, de oorlog, het afgebrande huis of wat dan ook de essenties van dat familiesysteem zijn. Op het moment dat je in die opstelling steeds beter op jouw plek in die fontein komt, zoals ik het dan vanuit de metafoor dan noem, dan zie je dat er iets in lichamen gaat gebeuren. Je ziet dat er spanning van de schouders gaat. Je ziet dat de ademhaling dieper gaat. Je ziet dat de kin wat naar beneden gaat. Want de kinnen die omhoog gaan betekent eigenlijk, je wil het hier niet voelen. Er is iets geraakt wat je niet toe wil laten. Dus dan ga je hier omhoog.
Je ziet een andere blik in de ogen. Dus je ziet ook heel veel lichamelijke gevolgen direct gewoon in de opstelling. Dat mensen echt zeggen, ik heb me nog nooit zo soepel gevoeld. Of jeetje, ik kan nu voor het eerst echt de grond echt goed onder mijn voeten voelen. Ik voel mijn lichaam. En dat is zo leuk waarom ik hier bij jou ook ben. Want jij zit natuurlijk echt vanuit jouw achtergrond met gezondheid. Ik zie alleen dat dit positieve effecten op gezondheid heeft. En ik doe ook opstellingen ook wel met mensen die zwaar ziek zijn, die kanker hebben, ziektes van Crohn hebben. Daar zie je ook vaak patronen in. En je ziet vaak dat die ziektes een soort balans in een systeem gaan brengen, omdat die er op de natuurlijke manier niet is. En dan uitzicht dat dus vaak in een ziekte. En dan kan er ook een vorm van kanker kan soms ook een richting zijn in een opstelling, dat je dan opeens je moeder kan zien. Door naar die kanker, daar moet je dan op een gegeven moment wel naar kijken, kom je misschien opeens, word je wel gedwongen ook naar je moeder te kijken, die in diezelfde lijn in het systemische perspectief staat. Ja, en dat brengt ook weer een bepaalde heling. Waarbij ik wel altijd zeg, ik ben niet voor niks ook dochter van een arts, en mijn opa was ook al arts. Ik geloof in en-en. Mm-hmm. Ik geloof in geneeskunde en heling op heel veel vlakken. Bruggen bouwen, ja, mooi. Ja. Want je schrijft ook over het belang dat je je lichaam goed bewoont. Mm-hmm. En je schrijft ook, je lichaam reageert zonder dat je het doorhebt op het systemische veld. Ja. Maar wat je zegt, in het moderne leven zijn heel veel mensen bij het hoofd en denken, maar minder bij het lichaam en voelen. En daarom is het zo belangrijk dat we ook die signalen voelen, waarnemen en ook doorvoelen en doorleven. Ja, om voorbeeld te geven. Ik had gisteren had ik nog een cliënt en iemand wel met een zwaar lot. Laten we het zo maar even formuleren. En ik ben zelf even in als representant voor die cliënt willen staan. Want die vond ik zo in zijn hoofd zitten. En ik had geen andere mensen even ter beschikking die als representant konden dienen. Dus ik dacht, ik ga er zelf even in staan om te voelen wat er eigenlijk in de diepte echt zit. Ik kan het ook los wel voelen, maar ik wilde het hem laten zien. En wat bleek, nou, ik ging staan, zeg maar, dit was ik. En ik boog helemaal zo naar onderen. Dus ik stond echt helemaal zo ongeveer, gebogen. En toen zei hij opeens, ik heb altijd rugpijn. Nou, dat verbaast me niks, want systemisch gezien staat hij dus op die manier in de fontein. En dat hebben we dus, hij moest iets aankijken met zijn opa. Daar hebben we iets in kunnen doen. En daarna kon hij gewoon rechtstaan. Nou, dit kan niet anders dan dat dit medisch iets goed voor hem gaat doen. Waarbij natuurlijk, je kan al genoeg beschadigingen dan opgelopen hebben als het lang genoeg heeft geduurd. Maar ook dit soort dingen brengen dan ook weer heling. Mm. Ja, mooi. Want zulke voorbeelden las ik ook in je nieuwste boek. Hè. Je schrijft dat bij zware allergieën, maar ook bij auto-immuunziekten, vaak in opstellingen blijkt dat het kind de ouders niet volledig boven zich kan zetten in de fontein. Ja. En je schrijft dan, je wijst dan iets af wat je niet af kunt wijzen. Nou, je moeder was arts, je zegt het, je opa ook, benoem je net. Merk je dat onder de huidige generatie artsen ook steeds meer interesse komt in de wijsheden en de kennis uit de fontein? Ja, en het blijft natuurlijk ook een bepaalde wetenschap die zich eeuwen in een bepaalde richting heeft ontwikkeld. Ja, die moet ontrouw aan zichzelf worden, willen ze opeens iets anders kunnen aannemen. Dus ik snap ook dat heel complex is. Ik zie ook mensen die bij mij in de opstellingen dagen komen die arts zijn, psycholoog zijn, psychiater zijn. Ik had ook pas geleden nog iemand die voor psychiater studeerde, die zei van, ik ga nu opeens twijfelen aan mijn vak, of ik wel door moet. Toen zei ik van, ga alsjeblieft door en haal het beste uit alle werelden en combineer dat. Daar geloof ik namelijk zeker in. Ja, mooi, want een zin die mij ook enorm raakt in je nieuwe boek is, je beschrijft dat ziekten vaak ook het systeem dienen. Mm-hmm. En dan schrijf je de regel, regelmatig is het symptoom of een ziekte een boodschapper die, als die eenmaal is gezien en de boodschap is opgepakt, zich terugtrekt. Ja, ja.
om een concreet voorbeeld daarbij te geven. Ziekte van Crohn, darmen. Dat zie ik heel veel. Chronische darmontsteking, ja. Precies. Ik heb toevallig, in principe geloof ik niet in iemand heel lang begeleiden, maar ik heb een aantal mensen met ziekte van Crohn heb ik echt een aantal jaren toevallig steeds in mijn praktijk gehad. En we konden uittekenen, afgezien van dat ze uiteraard diëten en een bepaald levensritme erop na moesten houden, dat op het moment dat die ziekte van Crohn weer opspeelde, dat ze voor hun moeder gingen zorgen of dat ze hun moeder afwezen. Terwijl op dat moment dat ze hun moeder weer hier konden zetten, ook al was de moeder al lang overleden, want het gaat uiteindelijk alleen om je innerlijke houding, dan konden we meteen daarna weer zien dat het weer beter was. Dus nu weten ondertussen die cliënten die ook dit nu zo vaak nu bij zichzelf gezien hebben van, Hey, oké, de ziekte van Crohn speelt weer wat meer op, want terwijl het een tijdje behoorlijk onder controle was. Nou, zijn er logische redenen? Nou, als je je dieet niet hebt gehouden, nou, logisch dat het dan misgaat. Maar ook van, goh, hoe sta ik opeens met mijn innerlijke houding naar mijn moeder? En dat zijn ze ook steeds dan zichzelf op aan het reflecteren. En dan helpt het ook weer om die ziekte beter onder controle te houden, zodat ze er minder last van hebben in hun dagelijkse doen en laten. Mooi, ja, is de darm natuurlijk ook een functie van loslaten en vasthouden, maar ook met betrekking tot dus dingen vasthouden van je moeder of dingen die je bent loslaten, wat ze ook weer kan spelen, kan terugkomen. Ja. Nou, je beschrijft ook helemaal in het boek dat het belangrijk is dat je goed afscheid neemt in het hele leven. Hè? Of dat nu is van een werknemer, bijvoorbeeld zakelijk, of van een vriend, maar ook van een ledemaat of een orgaan. Ja, precies. Bijvoorbeeld, je beschrijft zelf over orgaantransplantaties. Ja. Ja. Want schrijf je, want niet genomen rouw wordt altijd door de volgende generatie overgenomen. Ja. En spelen er in iedere familielijn transgenerationele onbalansen? Ja, absoluut. En de vraag is wie van de generatie eronder mee belast is. Hmm. Want iedereen heeft een systemisch lot. Ik noem het eigenlijk maar een grabbelton met een hoge hoed. En daarin zit, goh, die zorgt wat meer voor de vader. Ach, die kijkt dat gedeelte van de oorlog aan wat de oma niet heeft kunnen verwerken. Dat is gewoon puur willekeur. Dus daarom ben ik ook altijd veel milder geworden naar mensen. Van voor hetzelfde geld had ik dat systemische lot gehad. Dus het is ook, je weet niet wat voor druk er vanuit een systemische belasting op iemand zit. Dus die transgenerationele belasting, dat zit er altijd wel ergens in. En hoe die verdeeld is, dat weten we dus niet. En is het de ziel die dat lot kiest of is het dan puur ook toeval? Geen flauw idee. Nou, ik ben altijd weer bezig met die dieperliggende lagen. Ja, maar dat weet ik niet. Dat weet ik niet. En ik zou ook niet weten hoe je daar erachter moet komen. Ik zie alleen dat het gebeurt. Ja. 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 En ik zie ook dat als iets dus is aangekeken, iets is wat verwerkt is, dan blijkt het generaties minder, wordt het minder doorgegeven. Laat me even nog een ander concreet voorbeeld hier aan toevoegen. Is dat oké? Alles is oké, zeker. Ja. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld alcoholverslavingen. Soms zit dat generaties in. Generaties op generaties zit daar een bepaalde verslaving in. Gevoeligheid, verslaving. Precies, juist. Eigenlijk is de grootste kans om het niet bij jezelf te installeren, dat de ouder verslaafd mag zijn. Hoe gek het ook klinkt. Want daarmee zeg je eigenlijk, jij mag zijn wie je bent. En dan is de grootste kans dat je het niet bij jezelf installeert. Omdat je diep van binnen weet dat je je ouders niet mag afwijzen. Want je bent 50% je ene ouder, 50% je andere ouder. En diep van binnen weet je, ik mag ze niet afwijzen. Dus die zegt vaak heel terecht van, die alcoholisme, dat wil ik echt niet. Dan lukt het je soms ook met heel veel discipline om er wel vanaf te blijven. Maar dan wordt het een andere verslaving. Of misschien een gezondheidsverslaving. Maar eigenlijk, wat ik nu ondertussen gezien heb, dat mensen die eigenlijk loslaten wat niet van hen is. Want die alcoholverslaving is bijvoorbeeld van de ouder. Dat laat je daar. Je geeft eventueel eens feedback en je stelt grenzen. Je kijkt aan wat dat met jou heeft gedaan. Dat je misschien te weinig jeugd hebt gehad. Dus je schaamde voor je ouders of verzin even wat het met iemand heeft gedaan.
dan blijken mensen minder gevoelig te worden voor, ja, voor dat soort verslavingen. En ja, het zal heel boeiend zijn als er steeds meer onderzoek zou komen hoe dat dan weer doorwerkt op genenniveau in volgende generaties. Dat zou echt fantastisch zijn als daar echt ja, overtuigende, ja, wetenschappelijke onderzoeken aan gewijd zouden kunnen worden. Epigenetica is, ja, ook een nieuw vakgebied waar ik, ja, bijna zeker weet, de komende tientallen jaren, dat we die inzichten wetenschappelijk zullen gaan krijgen. Ja, ja, was mooi, want in je boek beschrijf je primaire, secundaire en overgenomen emoties. Ja. Ook vanuit het perspectief van naar je lichaam luisteren. Hè? Mm-hmm. Is luisteren naar je lichaam dus wijs? Omdat je dat advies natuurlijk heel veel krijgt. Nee. Soms, nou ja en nee. Ik beschrijf dat ook in mijn tweede boek. Van, heb ik een heel stuk gewijd aan wanneer is luisteren naar je lichaam wijs? Op het moment dat je in overlevingsmechanismen zit, nou, dan zijn je emoties echt niet betrouwbaar. Als je in secundaire emoties zit, zijn ze ook helemaal boosheid. Niet boos. Ja, boosheid kan wel primair als secundair zijn. Elke emotie heeft eigenlijk een primaire of een secundaire variant. Ja, hoe betrouwbaar is dan je lichaam? Als je door je schuldig te maken, wat misschien voor jou goed is, door bijvoorbeeld niet meer voor je ouders te zorgen of iets dergelijks, dan moet je schuldig gaan maken. Dan kan je enorm angstig worden. Nou, dan luisteren naar die angst om dan toch maar voor je ouders te blijven zorgen, omdat zij het niet aankunnen dat jij je eigen leven aangaat. Dan is je lichaam ook weer een slechte raadgever. Dus wanneer is luisteren naar je lichaam goed? Op het moment dat je het onderscheid kan maken tussen die primaire en die secundaire. En die primaire, die wijs je je wel de weg. En je moet dus, als je naar je lichaam luistert, niet door een overlevingsmechanisme op dat moment geconditioneerd zijn. Of door systemische dynamieken, dat je op een bepaalde manier ook trouw moet zijn aan een opa of een oma, zonder dat je het doorhebt. Dus je moet wel snappen wanneer je lichaam betrouwbaar is en niet. Hmm. En dat zou iedereen voor zichzelf moeten uitzoeken. Ja. Dat is ook een kwestie van voelen. Juist. En dus daarachter, wat is de primaire drijfveer van deze emotie? Ja, ja. Ja. Ja, want als mens zijn we natuurlijk sociale dieren. Is het noodzakelijk voor soepele relaties dat er balans is van nemen en geven? Omdat ik kom natuurlijk uit de zorg. Ik zie heel erg ook in de zorg dat mensen beter zijn in geven dan ontvangen. Mm-hmm. Maar is het belangrijk dus voor soepele relaties dat balans in is of komt? Ja. Wanneer gaat iemand veel geven en minder terug ontvangen? Dat is bijna altijd als je bent opgestegen in die fontein. Want als je bijvoorbeeld voor ouders hebt gezorgd, op wat voor manier dan ook, dan sta je dus erboven. Dan krijg je dus het patroon dat je makkelijker geeft dan ontvangt. Nou, dat hou je best wel lang vol, maar op een gegeven moment gaat dat toch in lichamelijke klachten en vermoedelijk in een burn-out gaat dat eindigen. Want op een gegeven moment houdt je lichaam dit ook gewoon niet vol. Dus voor soepele relaties is het eigenlijk een constante uitwisseling van geven en ontvangen is zo belangrijk. Maar dan moet je wel kunnen ontvangen. En soms kunnen mensen gewoon niet ontvangen. Dan is er heel veel goeds, maar ze willen het niet ontvangen. En soms kunnen ze het ook niet uithouden dat het een ander niet zo goed gaat. Dus dan blijven ze maar geven, maar daarmee ontkracht je eigenlijk juist die anderen. Er zit ook in het iemand helpen en ook in de gezondheidswereld en in de coachwereld. De redders zijn. De redders zijn. Hmm. Je moet je afvragen wie je aan het redden bent. Het is misschien wel jezelf. En wat geeft veerkracht ook juist voor die anderen? Daar zit een bepaalde ingehoudenheid in, dat je niet alles voor die ander gaat doen. Want dan ontneem je die ander de kracht ook om het zelf op te pakken. Want als steeds die strohalm ter beschikking is, ja, dan klampen ze zich daaraan vast. Dus geven en ontvangen, dat moet een constante uitwisseling zijn. En als je een professional bent, dan moet je natuurlijk vanuit je professie moet je iets geven. Want dat wordt ook van je verwacht. Wordt ook voor betaald.
Alleen, je moet je eigen familiedynamiek moet je thuis laten. Want als jij gewend bent om heel veel te geven en te veel verantwoordelijkheid op je schouders te nemen, dan ontkracht je de ander in zijn werk. Dus daarom is je eigen thema's ook zo aankijken en weten welke thema's je dus ook meeneemt naar je werk, ook in je rol als hulpverlener of wat gaat helpen en wie help je nou uiteindelijk echt? Ja, mooi, want ja, schrijf je dan heel krachtig. Het is jouw leven en je blijft te alle tijden verantwoordelijk voor je gedrag en beslissingen met bijbehorende gevolgen. Hopelijk kun je je lot aankijken. Het geeft een mens waardigheid als hij zijn lot draagt. En hoe kunnen we beter met dit krachtenveld, met onzichtbare wetmatigheden als het ware spelen? Want het wordt eigenlijk maatschappelijk ook gewoon. Ik heb het niet geleerd op de basisschool. Ja. We hebben geen centrum vanuit de politiek die eigenlijk deze essentiële kennis in de maatschappij spelende wijze al aanreikt. De meeste mensen gaan pas op zoek als ze zwaar in de problemen zijn of in crisis. Klopt. Juist, ja. Ja, dat is zoals de maatschappij op dit moment in elkaar zit. En gelukkig komen er steeds meer mensen en ook zeker ook jongere generaties die veel meer openstaan al voor bewustzijnsgroei en verder kijken dan je neus lang is. En ik kan alleen maar hopen dat dat steeds meer komt en daar draag ik mijn steentje aan bij. Jij draagt daar aan bij. En het succes ook van het hele systemische werk en ook van mijn boeken, dat geeft maar aan dat er een ongelofelijke behoefte aan is, dat het dus voorziet in iets waar op andere manieren dus kennelijk nog onvoldoende ruimte voor wordt geboden in scholen of in de maatschappij. Hmm. Ja, want ook in je nieuwste boek beschrijf je dat het belangrijk is dat je onderscheid maakt tussen waar je invloed op hebt en waarop je geen invloed hebt, hè, en hoe je daarmee om kunt gaan. Welke kennis of principes uit de Fontein zouden bijvoorbeeld dus in het basisonderwijs van kinderen mogen leren? Ik heb zelf twee zoons, Noah 11 en James 3. Ja. Ja, dit is inderdaad een vraag waar ik me ook mee bezig aan het houden ben. En dat betekent dat ik op den duur dus ook, ik wil zeker ook een kinderboek wil ik gaan schrijven. Dat ook steeds jongere kinderen al snappen dat zij niet voor de ouders moeten zorgen. Ze mogen absoluut waarnemen dat een ouder het zwaar of moeilijk heeft. En dan mogen ze heus wel even je even liefdevol even aankijken. Maar daarna moeten ze ook snappen dat dat niet van hen is. Dat ze dat niet kunnen oplossen. En dat ze dat moeten los gaan laten. En daar ben ik ook nog mee bezig. Dat is ook, wil ik ook echt komende jaar, wanneer ik ook een stuk sabbatical wil gaan nemen, wil ik ook daarover na gaan denken van hoe kunnen we dat met name ook bij jongere kinderen of jongere generaties overbrengen. Dat zij ook al iets van snappen van dat heel boos zijn op je ouders. Dat je wel gelijk kan hebben, alleen dan gaat het jou niet goed. Dus dat ze ook moeten leren dat die boosheid, dat daar iets eronder zit waar ze mee aan het werk moeten. En daar zou een bepaalde kindertaal voor mogen komen. En nou, daar ben ik ook over aan het nadenken hoe dat in zijn werk, hoe we dat concreet kunnen maken. Mooi, want dat sluimert nog in het potentieel. Ja, zeker. Dus ik vind het nu te lastig om echt daar al antwoord op te geven van wat de kinderen zouden moeten leren. Maar dat is eigenlijk iets van de basis van de Fontein. Mm-hmm. En ook snappen dat ze primaire emoties moeten verwerken. Omdat als je dat niet doet, dan wordt dat secundair. En dan gaat zich dat alleen maar op andere manieren uiten. Ja, ik vind het mooi om te zien ook hoe je schrijft en hoe je spreekt en hoe je je werk doet. Het is met hart en ziel. Ja. Ik lees op je website ook, hè, wat andere mensen over je zeggen. Onder andere, Els wordt door haar cliënten en opdrachtgevers omschreven als warm, professioneel, met passie voor het vak en in staat om de vinger op de zere plek te leggen. Hoe is dat als anderen dit over je zeggen of schrijven? Ja, het geeft een enorme erkenning en waardering. En het bijzondere is dat vroeger had ik absoluut een issue op dat vlak. Ik voelde me nooit gezien en erkend. Ik heb daardoor op dat vlak allerlei thema's met mezelf aangekeken. Dat heeft ook iets met relatie met mijn vader heeft dat te maken gehad, wat ondertussen helemaal goed zit. Dus op het moment
dat ik mijn vader echt goed boven me kon zetten in de fontein, kom ik bij een gezonde portie, bij mijn gezonde normale behoefte aan erkenning en gezien worden. Dus dat betekent, ik krijg nu zoveel erkenning en waardering over me heen. Nou, vroeger zou ik een gat in de lucht gesprongen hebben van wauw. En nu kan ik alleen maar denken van wat ongelooflijk mooi dat ik dit krijg. En ik waardeer het ten zeerste dat ik het terughoor. Alleen het raakt me niet meer omdat ik op dat thema mijn eigen wonden heb geheeld. Heb aangekeken. En daardoor zie ik mezelf ook niet als ik heb iets opgelost of zo. Ik ben alleen maar heel dankbaar dat ik dit werk kan en mag doen. En dat ik inderdaad mensen bij me krijg die zeggen van ik loop al jaren ergens tegenaan. En dan met 1 of 2 sessies of met een opstelling maken we loepzuiver. Het zit hier. En dan kunnen we iets ten goede keren. Dus dat is dan de vinger op de zere plek leggen. En daar kan ik alleen maar heel dankbaar voor zijn. En ook een van mijn waarden in het leven. Want een mens die heeft meerdere waarden die je belangrijk vindt. En dat geeft dan vervolgens weer betekenis aan je leven. Een van mijn waarden die ik heel essentieel vind is kwaliteit. Ik hou gewoon van kwaliteit. Van de dingen die jij doet. Of het nieuwe boek dat je geschreven hebt. Waarin staan een aantal hele goede en essentiële dingen. Nou, dat vind ik kwaliteit. Daar kan ik van genieten. Dus ik wil dat bij anderen zien. En ik wil het zelf ook zo doen. En zo mag en kan ik werken. Dus die hele bak met erkenning is heel mooi. Maar op dit moment is het niet meer nodig voor mijn oude thema's. Het voldoet daarmee volledig dat ik dus kwaliteit lever. En dan leef ik mijn waarde. Mooi. Een mooie terugkoppeling. Ja. Hè? Een mooie feedback. Ja. Op de juiste plek komen in het leven. Is dat een soort statisch, misschien zelfs goddelijk einddoel? Of is het een levenslang proces? Juist. Het is absoluut een levenslang proces. Ook ik stijg af en toe heus nog wel eens even op. Dan maakt mijn vader bijvoorbeeld een bepaalde opmerking. En dan denk ik, dan voel ik meteen alweer gaan krommen. Ja, dan stijg ik dus op. Ik kan wel gelijk hebben dat ik opstijg, alleen dan ga ik mezelf niet goed. Dus ik heb heel snel door dat ik opstijg. En in 10 seconden beantwoord ik de vraag van wat is van mij en wat is van de ander. Nou, die opmerking, die laat ik maar lopen. Wat is van mij? Auw, dat doet pijn. En die plek in mijn lichaam scan ik, ademhaling naartoe. En heb ik hem weer weggewerkt op primair emotioneel niveau. Dus ik kan in 10 seconden kan ik weer afgedaald zijn. Dus tijdelijk of wat langer opgestegen zijn is helemaal niet erg. Dus het is niet een statisch proces van je bent 1 keer daar geweest en dan blijf je de rest van je leven er. Want op het moment dat je ouders ook ouder worden. Mijn vader die heeft Parkinson en die woont in een verpleeghuis. Dan word je ook uitgenodigd om eigenlijk weer voor hem te zorgen. En vooral in de fase voordat hij in het verpleeghuis terecht kwam. En dan kom je dus weer erboven. En dan gaan al die wetmatigheden weer tegen je werken in plaats van voor je werken. Dus mijn zus en ik hebben ons, mijn zus snapt de fontein ook goed. Dus wij kunnen elkaar erop spiegelen. Van, goh, pas op, van joh, je stijgt nu op, dus blijf even hier. Je kan vanuit je eigen bak, mag je alles voor ouder wordende ouders doen. Maar wel vanuit deze bak en niet vanuit hier. Want dan blijven die onzichtbare wetmatigheden goed doorlopen. Dus je wordt dan uitgenodigd om weer van je plek te gaan. Dus daar zul je altijd mee te maken hebben. Alleen je hebt het heel snel door. En als je het snel door hebt, dat is ook weer verantwoordelijkheid nemen voor jouw leven. Mm-hmm. Iets waar je bewust van bent. Daar kan je dus ook verantwoordelijkheid voor nemen. Als je van iets niet eens bewust bent, dan wordt het ook steeds moeilijker om dan die verantwoordelijkheid ervoor te pakken. Dan moet ik dus gaan afdalen. En daar moet iedereen zijn eigen manier voor vinden. Waardoor je als je afdaalt, je weer op je juiste plek belandt. En daar heb je dat bewustzijn voor nodig om die patronen ook binnen jezelf te herkennen. Precies, juist. Ja, want ik benoem al net met thema gezondheid. Je beschrijft ook in je nieuwste boek bijvoorbeeld met werk. Mm-hmm. Naar deze podcast luisteren ook veel ondernemers en ZZP'ers. Ja. Ook vooral in de zorg. Ja. Enerzijds beschrijf je bijvoorbeeld waarom het voor een ondernemer zo belangrijk is dat je je moeder stevig boven je kunt zetten. En anderzijds kan ik me ook voorstellen dat de mensen luisteren of kijken en die zeggen, ja, maar hoe kunnen problemen op mijn werk dan samenhangen met mijn familiesysteem? Hè? Hoe werkt die dynamiek? Ja. Wederom, hier zitten heel veel dingen die we niet kunnen verklaren, maar we zien ze gebeuren.
Dus doe je voordeel mee. Dus dat is eigenlijk. En de eerste daarbij is dat we zien gewoon bij eigen ondernemers, ondernemingen en ZZP-schappen, dat als je innerlijke houding met je moeder goed is, dan hoef je moeder in het dagelijks leven echt niet te zien. Ze hoeft ook niet meer te leven. Maar als jij haar hier helemaal kan zetten in de package deal en jij staat hier, dan blijkt je onderneming gewoon beter te lopen. En waarom? Geen flauw idee. Maar dit blijkt het geval te zijn. Dus dit is het eerste belangrijke dan ook voor ondernemers. En ook, jij neemt jouw familiesysteem altijd mee in je werkende leven. Want in de patronen vanuit je familiesysteem, zoals jij ergens hier in die fontein staat, die herhalen zich in de rest van je leven. In je liefdesleven, in je werk, in je vriendschappen. Dus als jij altijd je ouders, bijvoorbeeld je vader, de plek niet gunt, dan kan je uittekenen dat je altijd moeite met autoriteit krijgt. Nou, grote kans dat je ondernemer wordt. Dat is misschien ook wel, zit ook nog wel weer iets bij. Maar dus dat neem je mee. En ook als je in loondienst zit, maar ook gewoon aan je eigen ondernemingen. De patronen van je familiesysteem die herhalen zich ook vaak in dat soort dynamieken. Dus eigenlijk is dat ook weer bijna een feedback loop. Als iets steeds weer terugkomt, ook al is het misschien wel in je werk, ja, dan is het nog onvoldoende aangekeken. En vaak vind je een hefboomwerking als je dan toch ook je eigen familiesysteem aankijkt. En mooi hoe het hele leven, ook je werk, zo'n spiegel is. Ja. Om weer bij jezelf, maar om op de juiste plek te komen. Ja. Je wordt nu veelvuldig gevraagd. Hè. Je bent hier in de podcast, maar ik heb je al bij vele anderen in de podcast gezien. Mike Pilacek, Giel Beelen. Ja. Met al je activiteiten ook de wens om misschien in de toekomst weer een nieuw boek te gaan schrijven. Hoe zorg jij voor balans in je leven, ook met al die ballen die je hoog houdt? Ja, dat is een goeie, want dat is absoluut een thema wat mij ook altijd weer achtervolgt. Van, ik in mijn bedrijf, waar ik voor zorg, is eigenlijk dat mensen vrijer hun eigen leven kunnen leven, autonomer worden. Want ik kan ze uit die onbewuste identificaties of uit andere systemische belasting kan ik halen. En als we dan weer kijken naar de dualiteiten van het leven, twee kanten van de medaille. Als je heel erg met die ene kant bezig bent, dan manifesteert die andere kant zich. Dus ik merk iedere keer weer in mijn leven, aan de ene kant zorg ik dus dat mensen steeds vrijer hun eigen leven kunnen leiden. Maar ik merk dat dus aan de andere kant van die medaille, die manifesteert zich bij mijzelf. Op een lastige manier. Dat ik dus iedere keer, alles wat ik doe, en dat is heel mooi, krijg ik wel weer een hele golf terug. Dus als ik niet oplet, word ik omver gegooid. Dus ik moet zorgen dat ik bovenop die golf blijf, zodat ik het ook helemaal van kan genieten. En dat ik dankbaar kan zijn en helemaal mijn leven kan leiden. Maar dat betekent dus, als ik goed voor mezelf te zorgen, dat doe ik met name door heel erg tijd te blokken. Ik heb echt in mijn agenda heb ik allemaal blokken van, dan ga ik schrijven, dan ben ik op vakantie, dan ga ik 3 weken iets anders doen. Dan werk ik weer 3 weken met cliënten. Dus dat is mijn basisstramien. 3 weken cliënten, 2 weken iets anders. En daarin doe ik dan bijvoorbeeld dit soort podcasts. Maar dan heb ik iets meer grip op mijn eigen agenda. Dus hoe zorg ik goed voor mezelf? Dus dat is echt tijd voor mezelf. Vrij houden. Veel slapen is ongelooflijk belangrijk voor me. En ook gewoon veel alleen zijn. Want als ik veel alleen ben, en dat is best moeilijk in mijn werk, dan blijf ik ook, dan kom ik er sneller aan toe om mezelf ook steeds weer schoon te blijven maken. Want ik krijg zoveel op me af en het zijn ook hele mooie dingen die ik op me af krijg. Maar het is soms ook veel en dat moet ook verwerkt worden. Hoe gek het ook klinkt, succes moet ook verwerkt worden op een bepaalde manier. Dus het zit heel erg in dus dicht bij mezelf blijven door de dingen door stilte te creëren. Ik hou ongelooflijk van wandelen. Op de sub staan vind ik ook fantastisch. Ook geluid van water. Daar hou ik van. Dus zo heb ik wel mijn manieren gevonden om daar mee om te gaan. Mooi. Met al die ervaringen die je hebt, ook met al die opstellingen. Wat is nou het gekste dat je ooit hebt meegemaakt? Vanuit perspectief iets wat op jou de meeste of veel indruk heeft gemaakt?
Dat is een ingewikkelde vraag. Maar misschien wel hoe, zonder dat je het door hebt, van generaties daarvoor, dat nog steeds meespeelt. Ik had pas geleden had ik een dame die zei van, ik ben vaak zo angstig en ik snap het eigenlijk niet zo goed, want mijn leven geeft er feitelijk geen aanleiding toe. Maar ze zegt af en toe, ja, letterlijk en figuurlijk zegt ze, mijn keel wordt ongeveer dichtgeknepen ook op een bepaalde manier. En toen bleek bijvoorbeeld dat in haar familiesysteem zowel mensen als slaaf, als tot slaaf waren gemaakt, maar ook in haar familie mensen waren geweest die slaven hadden verhandeld. En dat gaf een hele bijzondere dader-slachtoffer dynamiek in die familie, wat dan zoveel generaties daarna ook nog op een bepaalde manier doorspeelde. En dat hebben we ook op een bepaalde manier kunnen erkennen. En ook van, dit zal voor altijd onderdeel uit blijven maken van jullie familiegeschiedenis. En daarmee kon zij als het ware daaruit loskomen op een bepaalde manier. En zo heb ik duizenden voorbeelden die ik kan noemen die ik bijzonder vind. En iedere keer vind ik het weer bijzonder hoe zonder dat je het door hebt, het vaak iets heel anders is dan je met je ratio hebt gemaakt. Ja, dus dat is eigenlijk het eerste. Dus dat je niet kan bedenken hoe je nog ingebonden bent vandaar. En het tweede wat ik altijd, dat vind ik gewoon bijna, dat is heel ontroerend. De diepe liefde die er tussen, die je in een opstelling ziet tussen representanten die elkaar helemaal niet gezien hebben. Van mensen die buiten zijn gesloten of dat er ergens nog blijkt dat er ergens een halfbroer op de leerwereld of zo rondloopt. En die zet ik dan in de vorm van een representant in de opstelling zet ik die dan erbij. En dan de diepe liefde die er dan tussen zo'n halfbroer en zo'n halfzus zit. Zonder dat ze het doorhebben blijkt dat zo ongelooflijk mooi te zijn. Ja, en dat vind ik ontroerend en dat vind ik prachtig om te zien. Dus zo zijn er ontelbare dingen die me raken en waar ik het enorm voorrecht vind van dat ik al die levens eigenlijk mag zien. Ik kom allerlei soorten mensen in alle soorten en maten en rangen en standen kom ik tegen. Met alle familiedynamieken. Dus er gaat een wereld aan levens mag ik inkijken. En dat maakt het zo ongelooflijk boeiend. Rijkdom. Ja, zeker. Mooi. Ja. En als is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wilt toevoegen of aanvullen? Nee, misschien. We kunnen hier heel erg over praten. Maar ik zou toch eigenlijk iedereen willen aanraden om ooit eens een keer, al is het maar gewoon als representant op een opstellingendag aanwezig te zijn. Nu de corona weer voorbij is, kan ik ook weer wat grotere groepen doen. Waarin je niet per se een eigen vraag in kan brengen. Maar wel dat je met z'n allen in een ruimte zit. En dat je dat kan voelen wat we hier beschrijven. Die dynamieken die daar zitten, die loyaliteiten, die energie, die veranderingen in die lichamen, gezichten die ontspannen, die jonger worden. Ja, dat kan je eindeloos over praten en kan je boeken over schrijven. Maar dat zou je eigenlijk moeten ervaren. Mooi, ik zag het ook staan op je website, kleine groepen, grote groepen. Waar kunnen mensen nou meer vinden over jou, over je boeken, over deze dagen? Op mijn website op www.elsvanstijn.nl. Aanrader. Els, dank je wel voor je komst in de Oersterk podcast. Ja. Dank voor je uitnodiging en fijn om te zien hoe hier heel veel facetten bij elkaar komen. En dat jij jouw aspect weer uitwerkt. Ik werk het systemische uit. En zo versterken we heel veel mensen en krachtenvelden. Zeker weten. Met liefde en dat we samen maar mogen werken aan het systeem met heel veel schone mensen. Ja, zeker weten. Alle goed. Dank je wel. Eens gelijks. Dank je wel. De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk, het platform voor een beter leven. Wil jij wekelijks gezondheidsnieuws ontvangen? Of je inschrijven voor de Oersterk coachopleiding? Schrijf je dan via www.oersterk.nu in voor onze nieuwsbrief. Ons doel is dat in 2022 1 miljoen mensen een beter leven hebben. Help ons het gezondheidsvirus te verspreiden. Abonneer je op ons YouTube-kanaal en deel deze podcast in jouw omgeving en of op social media. Zo maken we de wereld samen beter.